Er is wat onrust ontstaan naar aanleiding van een krantartikel in het Brabants Dagblad over de herinrichting hier van een gedeelte van de Stationsstraat. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ja, dat is zo. Het is jammer dat dat gebeurt, want ik denk dat als wij nog een keer goed toelichten wat we nou echt gaan doen, dat die commotie reuze mee zal vallen. Betekent eigenlijk dat wat er in de krant staat niet helemaal klopt? Nou, dat is een interpretatie gegeven aan wat wij in onze brief aan de bewoners hebben gegeven. En dat is jammer dat die toon dan is gezet, want eigenlijk had dat niet gehoeven. Maar ik heb gelezen in het artikel dat er sprake is van een rijloper. En die is dan een paar meter breed of? Ja, dat is een beetje waar de interpretatie wegloopt. Hè. Er komt in de bestrating wat ze noemen een rijloper. En de journalist van andere media heeft geïnterpreteerd als dat er een rijstrook of een rijbaan komt die helemaal vormgegeven is alsof het een gewone straat is. Dat is niet de bedoeling. Het is eigenlijk een route binnen de bestrating waarvan we zeggen van nou, dat is een beetje de baan waar de fietsers kunnen rijden en waar de auto's die er dan alleen in de venstertijden in mogen ook kunnen rijden. Dus dat het wat duidelijker is van hoe de straat wordt ingedeeld. Als de plannen zoals ze nu liggen uitgevoerd worden, is het dan gebeurd met goed leven in Boksel? Ik hoop het niet. Ik hoop het van harte van niet. Dat is even de vraag wat er gaat gebeuren als de auto's hier door de straat komen racen. En of het dan nog aantrekkelijk wordt om hier te lopen ook. Hoe bedoel je auto's door de straat racen? Ja, weet je wat ik verwacht? De auto's die komen hier straks door de straat. Er komt geen stoeprand. Het wordt gevaarlijk. Dat denk ik. In ieder geval was ik heel erg blij dat ze hier langs waren geweest om de gemeente van om te kijken dat er hier iets moest gebeuren met de straat zelf. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee dat dat zo ging. En met de plannen zelf, ik ben al blij dat ze überhaupt met de straat aan de slag gingen. Want het was eigenlijk al eerder een plan om daarmee te beginnen. Ik denk dat het echt gevaarlijk wordt zonder stoep. Want ik vind de stoep sowieso al niet een aantrekkelijk ding in de straat, maar nu gaat de stoep eigenlijk overlopen in het straatgedeelte waar auto's mogen rijden. Ja, ik zie dat niet echt als iets heel positiefs. Ja, liever dat ze gisteren beginnen dan dat ze vandaag nog beginnen. Dus wat dat betreft heel erg blij mee. We hebben behoorlijk wat gesprekken met de gemeente gehad over de Stationsstraat. Omdat in eerste instantie er plannen lagen waar wij van hadden zoiets van nou, dan stoppen wij met onze winkel. Totaal niet werkbaar. Wat waren die plannen? Dat er... Even uitkijken voor de chauffeurs. Dat er tussen 5 uur 's morgens en 11 uur 's morgens geladen en gelost kon worden en voor de rest niet. En daar hadden wij van, ja, we krijgen niemand om 5 uur het bed uit om spullen weg te brengen of om op te halen. Dat gaat helemaal niet lukken. Dus er zijn behoorlijk wat gesprekken geweest en uiteindelijk is dit voorstel eruit gerold, dat het tussen 7 en 1. En dan kunnen we inderdaad in de ochtend spullen halen. Plus dat we hetzelfde krijgen als alle bewoners die een auto of een eigen plek voor een auto op hun eigen terrein hebben. Hebben wij die status ook gekregen. Tenminste, dus het voorstel om die te krijgen, dat wij dan vanaf de Prins Hendrikstraat erin kunnen rijden en dan hier gewoon kunnen laden en lossen. Maar ben je ook op sommige punten minder blij? Wellicht met, maar dat weet ik niet 100% zeker, met de rijbaan die eventueel in het midden gaat komen. En als vrachtwagens hier op het kruispunt de draai moeten gaan maken, dan weet ik niet of dat allemaal goed gaat. En in de krant staat dat jullie wat privileges hebben ten opzichte van anderen, klopt dat? De privilege is dat wij dezelfde status als de bewoners hebben gekregen die een auto op hun eigen terrein hebben. Dus dat in de krant staat, dat jullie als enige 24/7 hier auto's mogen laten komen om te laden en te lossen? Nee, alleen onze eigen bus. Dus geen auto's die kunnen laden en lossen. Dus mensen kunnen tot 1 uur kunnen ze met hun auto de spullen komen brengen. Ook vanuit dingen zo van tot 1 uur en dan is het afgelopen dan met de fiets en dingen. Dus dan zullen we ook behoorlijk, als het allemaal doorgaat, behoorlijk naar buiten toe communiceren. Van dat tot 1 uur alleen maar geladen en gelost kan worden. Ook op vrijdag en zaterdag. Dus die regeling geldt ook voor Vincentius? Ja, die geldt ook voor Vincentius, ja. Het is hier gewoon best gevaarlijk. Dat klinkt heel onnozel, maar kijk hier, hè, leuk, spelende kindjes. Maar er rijden echt als gekken hier auto's in en uit de straat. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger. Waarom? Als vanuit die kant, vanuit de Molenstraat hier ingereden mag worden. En het is gewoon weer een straat waar auto's rijden. Ja, lijkt me echt niet verstandig. Slecht plan dus?
Ik denk het wel. Alleen op het laatste stukje bij de Rabobank, daar hebben we een hele kleine schuine wand om een beetje de profielen wat duidelijker neer te zetten. Maar voor de rest is het allemaal vlak. Er komen dus geen trottoirs en geen opstapjes of afstapjes of verlagingen. Het is en blijft een voetgangersgebied. Ja, dat is heel belangrijk. In dat voetgangersgebied wordt in de ochtenduren ruimte geboden aan voertuigen. Kleine vrachtauto's, dus eigenlijk maar die bakwagens die je vroeger had, die je nog steeds hebt. En personenauto's om spullen af te geven, te laden, te los. Wij zijn een beetje murf inmiddels. Weet je, er was een stichting Stationsstraat, die hebben heel veel werk gedaan. Er is een plan gemaakt. Er gebeuren dan allerlei dingen van ik denk, hoezo dan? Nou heb je een groep actieve bewoners die van alles en nog wat willen. Daar hoor ik niet bij hoor. Maar, dus daar vind ik een gemiste kans. Maar dat plan wat jullie hadden, staat dat haaks op de plannen die er nu zijn? Of is daar wel een bepaalde dingen die elkaar aansluiten? Volgens mij zijn er wel elementen uit overgenomen. Maar wat ik ervan weet is dat die stichting zich ook niet meer zo serieus genomen voelt. En volgens mij zelfs opgeheven zijn. Dat vind ik heel jammer. We hebben een uitgebreid participatieproject gehad. We hebben meerdere rondes gedaan. We hebben eerst aan alle bewoners, gebruikers, pandeigenaren gevraagd van welke dingen vinden jullie belangrijk. Die hebben we bij elkaar geveegd, daar hebben we een schets van gemaakt. Daar kwamen twee hoofdbeelden uit. Die zijn we vervolgens weer gaan terugleggen bij de inwoners. Hebben weer gevraagd welke van die twee vinden jullie nu de meest voor de hand liggende. Daar kwam een model uit dat ongeveer lijkt op wat we nu gaan voorstellen aan het college. En dat hebben we weer teruggekoppeld. Daar hebben we van gehoord dat de meerderheid zich daar prima in kon vinden. En dus is er echt wel ruim draagvlak voor deze oplossing. Het is enkel om het van te laden en lossen. Dus je mag niet met de auto hier dan voor de gezelligheid van A naar B rijden. Oké, dan heb ik het dus inderdaad verkeerd begrepen. Nou, dat geeft niks. Maar ik vraag me af of dat dan ook wel gehandhaafd wordt. Ja. Dat is dan... Handhaving is een punt, hè? Dat is in het hele land een ellende. Hè? Te weinig politie, te weinig BOA's. Wordt er gehandhaafd? Ja, dat is altijd een precair punt. Om te beginnen, een hele grote vrachtwagen, zo'n oplegger of eentje met een grote aanhanger, die kan er ook niet in. Dat is... Nee, maar er is verschil tussen een bakwagen en een vrachtwagentje. Nee, natuurlijk gaan wij zeker kort na de herinrichting heel goed de regels handhaven. Dat is sowieso een item waar we altijd streng op willen zijn. Mensen die hebben een bepaald gedrag, de situatie verandert. Dus dan moet ook het gedrag veranderen en dat vraagt enige tijd. En met de zachte hand dat traject begeleiden met handhaving is denk ik een hele goede zaak. En hoe ver zijn deze plannen zeker? Nou, uiteraard is er nog een besluit nodig van het college. College gaat over de definitieve richting waarlangs we dit gaan herinrichten. Het voorstel is nu in de maak, maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat er een brede steun is binnen het college om hier mee verder te gaan. De plan is dat er uiteindelijk wat auto's doorheen mogen rijden om te laden en te lossen. Okay. Wat vindt u ervan? Dat vind ik ervan. Alleen dit gedeelte. Tot en met het einde daar bij die paaltjes. Er wordt er één rechtsverkeer die kant op. Ja, precies. Stuk bij de een, maar wordt er niet bij gepakt. Nee. Daar blijft gewoon passage. Geen probleem mee. Nee, helemaal niet. Zal toch ergens geladen en gelost moeten worden, denk ik dan, hè? Het wordt echt niet anders dan dat het nu is. Het is en het blijft een voetgangersgebied. Die vrachtwagen zal er dus met zeer gepaste snelheid passeren. Dat zullen ook incidentele vrachtwagens zijn. Er zitten geen 100 winkels die bevoorraad moeten worden. Er wordt niet elke dag een verhuizing uitgevoerd. Maar een vuilniswagen moet er kunnen komen, een brandweerauto moet er kunnen komen. En die hebben daar dan in de ochtenduren de gelegenheid voor.